Surinaamse bevolkingsregister, belangrijke bron voor onderzoeksdoeleinden. Het Nationaal Archief Suriname organiseerde in samenwerking met de studierichting Geschiedenis van de faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit en de Radboud Universiteit een lezing over onderzoek naar arbeid en migratie op basis van de bevolkingsregisters. De lezing droeg de titel De Surinaamse bevolkingsregisters en onderzoek naar arbeid en migratie. Rita Chingfu, Slans archivaris, wist ons mede te delen dat deze lezing tot stand is gekomen als onderdeel van de driehoeksamenwerking met de Universiteit van Suriname, de Radboud Universiteit en het Nationaal Archief Suriname. De lezing ging over de bevolkingsregisters en hoe die informatie die is vervat in de registers gebruikt kan worden voor onderzoeksdoeleinden naar migratie als ook voor arbeid. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.